de samenvatting van Festival Zwart. Dames en heren, de koning. Ik ben Kreel. Dat is mijn rol. Ik ben de koning en ik heb de rimpels om het te bewijzen. Ik heb de moeilijke taak om te regeren en het politieke spel te spelen. De broekriem moet worden aangesnoerd. Er moet bezuinigd worden. Er moet gekort worden. Er moet geminderd worden om zo het land te reanimeren. Het land beter te maken. Wij zijn theatergroep Volt en wij spelen het meisje Antigone op dit festival Zwart. En het is een Griekse tragedie van Sophocles. En René heeft de tekst helemaal bewerkt tot een monoloog. Je zult het gemerkt hebben de afgelopen tijd. Kreon's regering heeft een nieuw no-nonsense beleid uitgezet. Gebaseerd op de harde feiten. De harde cijfers. Ja, geen regering in de geest van Eteocles, maar een nieuw, fris, compromisloos kabinet. Met een leider wiens voeten stevig verankerd zijn in deze bodem van Theben. Met een leider die weet wat er leeft. Met een leider die weet wat er kan groeien uit onze bodem. Met een leider die ons land kan laten bloeien als nooit tevoren. Kreon. Nou, je hebt wel een keer gespeeld in maart, volgens mij, hè? Ja, maart. En toen was het een monoloog van 3 kwartier. En we hebben hem nu teruggebracht naar 20 minuten. En dan zit daar nog een routetje voor. Dus dan zie je ook deze 2 acteurs. Die spelen ook mee. Ja. Het land te redden. Nieuwe wetten en regels zijn opgesteld. En hier dient een ieder zich aan te houden. Eén van die regels was Polyneikes niet te begraven. Ik heb zijn lijk aan de gieren gegeven. Die regel die was heel duidelijk. En toch is er aarde over het lijk van Polyneikes gestrooid. Terwijl ik het verboden had. Een klein beetje aarde, maar toch genoeg om het te verbergen voor de gieren. De dader is bekend. Prachtige tragedie met... Ja, we hebben het op de opleiding heel veel gelezen. Ja. En ik ook op de middelbare school. En het was altijd... Een gevoel in mijn vingers dat ik dacht, ik moet daar iets mee doen. En René, hetzelfde volgens mij. Ja, het is gewoon echt een heel mooi verhaal. En ik wilde er altijd al iets mee doen. Dus daarom heb ik daar toen een monoloog over geschreven. En zo is het een beetje ontstaan. Het is... Het is het meisje Antigone. Mijn bloedeigen nichtje. Het gaat heel erg over keuzes maken en een keuze die je dan gemaakt hebt, of dat dan de juiste keuze is of niet en wat daar de gevolgen van zijn. Je zuipt als ik niets doe, als koning kan je niet wikken en wegen. Je brengt het schip op koers en geeft bevelen. Ik had het verboden en dat was een bevel. Daar wist iedereen van, ook het meisje Antigone. Nou, het leuke is juist omdat je zo vaak speelt, dat je juist kan blijven zoeken ook voor jezelf. Dus dat je kan die rol iedere keer weer net een andere dimensie geven. De ene keer is Kreon de koning wat soepeler en dan krijg je wat meer medeleven met hem. En de andere keer is hij toch iets bozer en is hij wat woester. Dan denk je misschien wat een lul. Mijn nichtje Antigone. Ik ben koning.
kan alles. Maar dat kon ik niet. De wet is de wet. Ik had geen keus. Ook ik moet me aan mijn eigen gegevens en wetten houden. Maar ik vraag me, als je geen keus hebt, staat er dan een goed en een kwaad? Of is er dan alleen nog maar een kwaad en nog erger? Ja, het is voor jezelf ook leuk om gewoon heel erg die rol op te zoeken. En wat vindt iemand en wat denkt iemand? Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. Het is een danstheatervoorstelling met video, live muziek en wij gebruiken tango gefusioneerd met moderne dans. Ik vind het heel leuk om iets anders te doen met tango. En hier werken wij op locatie. En wij willen dat mensen thuis voelen. En dan wij spelen met een beetje interactie met het publiek. En wij hebben een heel grappig en surrealistisch verhaal. Dit is een adaptatie van een theatervoorstelling. En deze keer hebben we een op locatie gemaakt. De idee was eigenlijk om dichter bij het publiek te kunnen spelen. Met meer contact. En dat het publiek eigenlijk meer geïntegreerd in de voorstelling wordt. Ja, Ezekiel die is al heel lang bezig om choreografie te maken. En we hebben elkaar in een ander dansproject leren kennen. En toen vroeg hij of ik ook aan een van zijn projecten deel wil nemen. En toen moest ik wel eerst tango leren. En dat heeft hij me in een crashcursus geleerd. En toen ben ik begonnen met hem samen te werken. En ja, we hebben een heel druk afgelopen jaar gehad. Met allemaal voorstellingen en optredens. Ook in het buitenland zijn we geweest. Latijns-Amerika-tournee gedaan van 4 maanden. En in Griekenland, Duitsland, Italië geweest. En nu eindelijk in Nederland. Ik werk in dit moment best veel met tango onderwerpen. Dit stuk Tango Thuis is gebaseerd op een tango onderwerp. Maar ik breng deze onderwerpen naar deze tijd. En wat ik ga doen in de toekomst. Ook ik word geïnspireerd met oude tango liedjes. Maar ik breng datzelfde problematiek naar onze tijden, ja. Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. Proces geweest en op een gegeven moment hadden we zoiets van omdat het heel vrij in te vullen was door onszelf, zeg maar, hebben we besloten om een soort portretten als uitgangspunt te nemen.
En uiteindelijk kom je dan toch met de huid in aanraking, denk ik. En van daaruit zijn we denk ik op die huidachtige vlees toegekomen. Kijk, we hebben gewoon allemaal verschillende dogma's over ons. En die zijn met elkaar in ruik, komt ook niet op. En die zijn met elkaar in botsing gegaan. That's it. Het gaat namelijk over ritme en lichamelijkheid. Want daar zit een wonderlijke verschil in de manier waarop het tot uitdrukking komt. Want we kunnen hele strakke ritmes horen en hele strakke beats. Dat vinden we ook lekker, tenminste de meeste mensen, ik wel. En als je dat, maar dat vind je nergens terug in je lichaam. Het lichaam probeert dat na te doen ofzo. Dat zie je wel als je mensen ziet dansen. Het ziet er eigenlijk altijd lullig uit. En die enorme, strakke, meedogenloze beats die je kan horen en die we kunnen maken met instrumenten en met apparatuur, die speelt zich dus af in ons brein, maar die kun je niet terugzien in onze fysieke omstandigheid. Tenzij je heel lang oefent en een breakdanser wordt, dan kom je al een heel eind. Maar wij vonden dat maar op de huid moest zitten van de mensen. Dus we hebben dat als het ware tot uitdrukking gebracht in wonderbaarlijke wezens en in abstracties van huid en ledematen. De wisselwerking tussen ons, weet je wel. Wij hebben die thema's en dan gingen we, weet je wel, elkaar plagen en dingen maken en muziek van Jaap en beelden van ons en dat naar elkaar sturen en weer kapot maken en opnieuw. En dus het is ook heel erg wel, het is heel bepalend, de samenwerking tussen, ja, tussen dat denk, we met elkaar zitten te klooien, weet je wel. Dat maakt het. En, het is inderdaad wat Jules ook zegt, dat er een stukje geschiedenis aan vooraf gaat, zeg maar, waar van Jaap op zijn kant ook. En dat die, zeg maar, een soort onvermijdelijk elke keer terugkomen. Als je mee aan het werk gaat, dan kom je achteraf achter van, nee, ik volg een soort pad in mijn keuze, zeg maar. Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. De straat. Het is mooi vandaag. Kinderen lachen, je regen slaat. Je straat, je kent het wel. Het is mooi vandaag. Je hypotheek hoger dan de boom voor je deur. En de regen, je straat. De stilte 's avonds blijft hetzelfde. Maar je pak en je auto staan je goed. Het eerste kind, de beste kleren, het is mooi. Maar de stilte blijft hetzelfde. Je avond, je cognac, je tennis, het tweede, het derde kind, je weg, de dood. Het blijft hetzelfde. Maar het is mooi vandaag. De regen, je stilte, de straat. Het is mooi. Het is mooi. Het is mooi vandaag. Meisje na het vrede zijn, dat is een voorstelling met ons allemaal, 14 meisjes. En het gaat over een internaat. En we lijken heel vrolijk, maar het is niet een heel vrolijk internaat. En we willen eigenlijk dat jullie allemaal komen kijken, want we kunnen wel vertellen waar het over gaat. Maar het zou heel leuk zijn als jullie gewoon komen. Want je moet het echt zien. Ja, ja. Om kan het niet missen. Goed verhaal. Ja. Het decor is wel een heel groot stapelbed, dus je hebt heel veel. We slapen allemaal boven elkaar. Het is een hele fysieke voorstelling met ons allemaal.
En ja, het is gewoon een sfeer. Het gaat heel erg om de sfeer die er is. En die is denk ik heel schrijnend. En om hiërarchieën, heel erg. Ja. Ja. De dus je hebt de grote meisjes, de middelmeisjes en de kleine meisjes. Zijn wij. Ja. En de nieuwe. De nieuwe is zij. Ja. Ja. En je wil niet de nieuwe zijn. En je wil niet de nieuwe zijn, natuurlijk niet. Dan ben je aan de beurt, ja. Dan word je gewoon echt gewoon... De grote voor nul gezet, gewoon. Door Tessa. Ja. Door Tessa. Ja. Door de grote. Tessa is de grote. Ja. Ja. En inderdaad ben je nooit alleen. Je wordt altijd bekeken en je hebt gewoon geen recht om... om te zijn wie je wil zijn en iedereen moet hetzelfde zijn en anders word je geslagen en dan word je getreiterd en dan word je eruit gegooid en dan hoor je er niet bij. Meestal zijn ze echt stil. Gisteren hadden we gewoon dat ze niet wisten of ze nou moesten klappen, want ze waren gewoon echt geraakt. En dat is wel heel mooi. Dus je kan het niet echt goed uitleggen, maar het is echt wel een heel nagevoel wat mensen krijgen. Dat is wel heel fijn om te hebben. Het is een ondergevoel in het stuk, zeg maar. Ja, je onderbuikgevoel. Ja. Mijn ouders waren er echt 2 dagen gewoon een beetje flabbergasted van, omdat het gewoon zo, ja, het is zo'n, wat is het? Zo'n ervaring en je wordt zo meegetrokken in een trage, nare, schrijnende voorstelling. Dus ja, het is echt een hele nare sfeer. Ja. Maar nu niet allemaal niet komen, dat is heel hard. Want we hebben ook een heel leuk liedje, die is heel vrolijk. Er zit ook wel humor in hoor, trouwens. 1, 2, 3. Dominique, Nique, Nique, ça a l'air tout simplement Routier, couvré, j'entends En tout genre, en tout lieu, il n'est pas que du bon Dieu Il n'est pas que du bon Dieu Du bon Dieu À l'époque, chancelière d'Angleterre et ta voix Dominique, notre père, combattit les armées choix Dominique, Nique, Nique, ça a l'air tout simplement Routier, couvré, En tout genre, en tout lieu, il n'est pas que du bon Dieu, il n'est pas que du bon Dieu. Du bon Dieu! Ça un jour un hérétique, pas les ronds sur le conflit. Notre père Dominique, pas chaque joie l'a converti. Dominique, nique, nique, ça allait tout simplement. Routier, pauvre et j'entends. En tout genre, en tout lieu, il n'est pas que du bon Dieu, il n'est pas que du bon Dieu. Ni chameau, ni délicat, si pas couleur au papier, Scandinavie au Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, ça allait tout simplement. Routier, couvré, j'entends. En tout genre, en tout lieu, il n'est pas que du bon Dieu, il n'est pas que du bon Dieu. Dominique, nique, nique, ça allait simplement Rougier, bourré, j'entends En tout genre, en tout lieu, il n'est pas que du bon Dieu Il n'est pas que du bon Dieu Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. Cities Change the Songs of Birds is een vorm van muziektheater. En het onderwerp is de zelfkant van de Amerikaanse samenleving. En een jaar of 10 geleden dacht ik, er moet toch een manier zijn om emotionele stemmen te gebruiken in muziek. Die zo hartverscheurend zijn dat je bij wijze van spreken de tranen al in de ogen springen als je het al hoort. Het gaat over, het speelt zich af in een wasserette. Deze wasserette. En het gaat over het verlangen om opnieuw te beginnen en dat het soms ook heel moeilijk is om opnieuw te beginnen en hoe doe je dat en dan pak je dat aan. En eigenlijk met het doen van de was als metafoor daarvoor. Want soms heb je ook dat je ook bijvoorbeeld bepaalde dingen wil behouden, dat je het niet helemaal schoon wil maken of bepaalde herinneringen of een bepaalde nostalgie, dat je eigenlijk helemaal niet dat weg wil doen en dat zit er soms ook een beetje in. Dus,
voor en tegens daarvan. Maar soms is het wel fijn om helemaal met een schone lei te kunnen beginnen en dat alles. We hebben de voorstelling in Amsterdam gemaakt, in een wasserette. En toen, en vorig jaar hebben we ook op het Zwart Festival gespeeld. En toen was de locatie ons toegewezen. Dat was een architectenkantoor. En toen hebben we de voorstelling vanuit die thematiek en vanuit die plek hebben we de voorstelling ontwikkeld. En dit jaar wouden we heel graag weer meedoen. Dus toen hebben we eigenlijk Ingrid gevraagd van luister, we hebben een hele toffe voorstelling in een wasserette. Is er in Zwolle geen wasserette? En toen bleek dat er één wasserette was in heel Zwolle. Een hele goeie. En dat was deze, dus toen zodoende zijn we hier terechtgekomen. Je denkt, oh, lekkere vieze was erin, in zo'n machine, en het komt eruit. En hopelijk is het dan natuurlijk weer magisch wit of magisch schoon. Ja. En dus ook de ruimte is eigenlijk een inspiratiebron. Van wat kun je hier en waar kun je staan, waar kun je verdwijnen, waar kun je verschijnen, welke beweging kun je hier maken. En qua inhoud eigenlijk letterlijk de was doen. Dus dat verlangen dat het opnieuw wordt, dat het alsof het weer lekker ruikt als je het in de winkel had gekocht of zo. Ja, en het is voor ons eigenlijk altijd, de grootste inspiratie voor ons is altijd echt de plek, de locatie en de ruimte, maar ook gewoon de thematiek die bij die plek hoort. En ja, wat Lena ook zegt, en de hoop die je bij de geur van schone was soms kan krijgen. Ik heb bijvoorbeeld kleren van mijn vader. Mijn vader is overleden en ik weet wel dat ik die kleren zelf heel lang niet heb weggegooid. Dat heel lang in de kast dan hangt. En dat het ook, dat aan het begin denk ik, oh, die geur zit daar nog in. Dus dat is wel, ja, dat is heel gek. Dan heb je een soort emotionele band met een kledingstuk. En dat zou ik ook niet wassen. Een beetje zoals je, alsof je een beroemdheid een hand hebt gegeven, dat dan het gezegd is, dan wil je hand nooit meer wassen of je wang. Dat zit ook wel met die kleding erin. Ja. Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. Druk.